Nou, de ui is nu helemaal mooi zacht, dus die is ook klaar. En dan ga ik in dezelfde pan, eigenlijk moet in een andere pan dan burgers bakken. Dus dit ga ik even apart leggen. Hoi, welkom terug bij een nieuwe video op Vraag het Suus. En vandaag ga ik laten zien hoe ik met het pakket dat ik gewonnen heb en wat niet gesponsord is, van Willem en Drees een hamburger ga maken. Alles staat in dit boekje dat ik erbij heb gekregen. En ik moet toevallig op deze bladzijde zijn, in het midden. Er staat precies in wat ik nodig heb en wat ik moet doen. En die instructies, die ga ik gewoon opvolgen. En ik ga jullie daarin meenemen. Veel plezier met het kijken. En alvast tot bedankt voor het kijken. En vergeet niet dat duimpje omhoog te doen, hè. Wat heb je nodig? In het pakket zaten de volgende producten. 4 bollen die ik nog af moet pakken. Tomaten barbecue ketchup van geredde tomaten. Een krop ijsbergsla, een rode ui, 2 trossen tomaten, 100 gram biologische hamburgerbacon, 4 biologische hamburgers en potato chips. En je kunt er nog voor kiezen om er ook kaas op te doen. Stap 1 heb ik inmiddels gedaan, de oven vol verwarmen, die is bezig. Dan moet ik sla afbreken en in grove stukken scheuren en deze wassen. Nou, ik denk dat sla lekkerder is als het gewoon wat groter is. Dus ik laat het even wat grotere stukken. Dan moet ik de tomaten wassen en in schijfjes snijden. Dus dat gaan we eerst doen. Het voordeel van de sla zo afhalen is dat je dus de rest van de krop intact laat. En dus die laat op een moment nog kunt eten. Kijk, dit past mooi op een broodje zometeen. Nou, dat gaan we even wassen in een vergiet. Dan de volgende stap is de ui in ringen snijden. Dus die ga ik eerst schoonmaken en dan in ringen snijden. Afvalbak erbij. Zo. En dan de ui. In ringen snijden. Denk om je vingers. Nou zie je hier dat er een laag loslaat. Die haal ik er ook eigenlijk direct af. Want dat gaat alleen maar glijden en kun je alleen maar in je vingers snijden. En er is ui zat. Zo, de ui is in ringen. En dan gaan we verder met de volgende stap. De broodjes gaan in de oven. Zes minuten. Deze koekenpan. Ga ik de bacon bakken. Gaan we de hele verpakking bakken. En er moet geen boter in de pan. Nou, dit bakt inmiddels lekker. Ik heb een bakje gemaakt met daarin wat keukenpapier. En de spekjes die klaar zijn, de baconnetjes, die gaan daarin. En dan kunnen ze uitlekken. Inmiddels zit er boter in de pan en dan gaan de ringetjes ui bij. En ik haal ze wel even uit elkaar. Dat moet wel zo lekker. Dat het ook echt ringetjes zijn. En ik zet het vuur redelijk laag, want anders zijn je ringetjes heel snel zwart.
Nou, dit even een paar minuutjes zachtjes laten bakken. Nou, de ui is nu helemaal mooi zacht, dus die is ook klaar. En dan ga ik in dezelfde pan, eigenlijk moet in een andere pan, de hamburgers bakken. Dus dit ga ik even apart leggen. Nou, ik ga de hamburgers bakken. Een beetje boter in de pan. Niet biologisch boter, sorry. En dan moet je ze bakken totdat de bodem loskomt. Tot ze uit zichzelf loskomen. Dus ik ga ze bakken. Nou, je hebt hiervoor in de foto's het resultaat kunnen zien. Ze smaakten echt ontzettend lekker. Vlees was echt goed van kwaliteit. De groenten hadden echt veel meer smaak. Je kon echt proeven dat het biologisch allemaal was. Nou ja, wij zeggen 2 duimen omhoog. Hartstikke goed. We zijn heel benieuwd naar het volgende recept. En dat is de pasta salade. En die kun je de volgende keer in de verkoopvideo zien. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot ziens in een volgende video. Vergeet niet om te abonneren. Dat kun je hier beneden doen. Even op het belletje drukken daarna. En dan zie ik je graag terug. Doei!